Als je helemaal klaar bent met je InDesign document, sla dan liever al eerder je document op. En ik doe dat heel even op het bureaublad. Dan mag je zelf doen op de plek waar jij zelf blij van wordt. Dan gaan we eerst even de PDF maken en daarna nog even het pakket of package. Dus waarom maak ik de PDF apart? Omdat ik even wil checken of alle instellingen goed staan. En in het pakket komt ook een PDF, maar daar kun je minder aangeven wat je allemaal wil. Allereerst als je op, ik zal even misschien een beetje snel, een bestand en dan exporteren of file export of Ctrl-E of Command-E. Kies je hier voor PDF afdruk of PDF print. Dan heb je hier altijd een boel opties. Ik heb altijd even aanstaan PDF naar exporteren weergeven, maar dat is gewoon puur zodat je hem gelijk kan controleren als hij klaar is. Dat is niet echt verplicht. Maar bij tekens en afloopgebied moet je wel wat dingetjes aanvinken. Allereerst je snijtekens, de afloopinstellingen en net zo goed is springt hij nu ook op 3. En dit keer ook de witruimte. Dat is omdat anders die vouwtekens niet worden geëxporteerd. Nou, omdat ik dat vinkje aan had, laat hij hem ook gelijk zien. Dus je ziet hier snijtekens en als je inzoomt, dan zie je dus ook dat er echt een stukje van mijn achtergrond wordt afgesneden. Dat is die afloop of bleed in het Engels, dus het gaat echt een stukje af. En hier zie je de vouwtekens en dat is zodat als je dit naar een drukker stuurt en het wordt geprint en daarna gaat het naar een nabewerker, dat hij ook weet waar hij moet vouwen. En het zijn twee pagina's die, als je ze van de een naar de ander gaat, als je dit naar een drukker stuurt en je zegt het is dubbelzijdig, dan pakt hij automatisch de ene pagina op de ene kant en de andere pagina op de andere kant. De rechterkant is, de rechtervlak van de drie vakken is de voorkant. En hier is het rechtervlak van de drie vakken de achterkant. Vervolgens maak je ook nog even een package. En dat doe je omdat daar alle bestanden in zitten. En dat is ook wat je daarna gaat comprimeren en gaat inleveren in het inleverloket. Dus je gaat weer naar bestand of naar file. En dan naar pakket of package. Eigenlijk hoef je in het pakket niet zo heel veel aan te passen. Dus hier kun je even checken of deze vinkjes aanstaan. Lettertypes, gekoppelde afbeeldingen. Koppelingen bijwerken, inclusief IDML, inclusief PDF. Dan druk je op pakket en op oké. Okay. Daar zie je altijd wel even mee bezig, afhankelijk van hoe groot je afbeeldingen zijn. En dan heeft hij, in dit geval op mijn bureaublad, een mapje gemaakt met de naam van je bestand met de achter map of folder. Daar zit al de PDF in en omdat we dat net al hebben gedaan, heeft hij die instellingen meegenomen. Dus zie je ook weer de vouwtekens, de snijtekens. Dus dat is de goede PDF. De lettertypes die ik heb gebruikt, de afbeeldingen die ik heb gebruikt. Dit bestand kan je inpakken als je op een Windows of een PC werkt en comprimeren als je op de Mac werkt en het zipje wat je dan hebt. Dat lever je in via het inleverloket bij de opdracht.